vele boeken aan die niet aan de criteria van de onverwachte prijs voldeden. Het waren geen debuten of het was geen fictie. Van de ruim 70 publicaties, tot 70, die overbleven, was het niveau toch aan zijn hoog te doen. Dankzij zorgvuldig uitgeversbeleid en goede redacteur komt het nog zelden voor dat er uitgesproken slecht werk verschijnt. Maar hoewel het algemene niveau hoog was, bleken er weinig echte uitschieters te zijn. Viel voor de vorige lichting auteurs vast te stellen dat de zogeheten chick-lit-fictie, geschreven door jonge vrouwen op zoek naar geluk, een vriendinnenkring, een vrouw of man voor elke dag, opvallend vertegenwoordigd was. Deze keer is de trend dat een roman met het gulgegeven etiket trail domineert. Ongetwijfeld laat ook hier de tijdgeest zich gelden. Spannende gebeurtenissen blijven voor de huidige aankomende auteurs interessanter om zich aan te wijden dat ook zorgvuldig volgen van de ontwikkeling van een karakter waarvoor Vestijk met zijn onverwachte cyclus het ultieme voorbeeld heeft gegeven. De literatuur is van binnen naar buiten gekeerd, zo gezegd, van ex-introvert extravert geworden, geheel conform de tendens bij het massamedium en televisie. De introverte roman lijkt bij het grote publiek weinig kans mee te krijgen en de uitgevers reageren gravelant. De jury is gelukkig met een drietal romans dat zich min of meer onttrekt aan deze tendens. Drie van Maarten Schinkel, Ziek zoekers van Antien Goemans en Begeerte heeft ons aangeraakt van Bert Natten. In geval van Natten staat er bij de jury in de twijfel of wel van een echte debutant gesproken kan worden, daar hij al een flink aantal publicaties op zijn naam heeft staan. De jury heeft besloten de prijs toe te kennen aan Ziek zoekers van Antien Goemans. Haar roman schetst een kleurrijk beeld van een bijzondere wereld van een bloembollenbedrijf. Vier hoofdpersonen zijn vader, moeder, zoon en dochter. Vooral de eerste drie komen onder de vaardige hand van Goemans uitbundig tot leven. Van de moeder wordt ons de wereld geschetst, zodat hier zelfs sprake is van een klein, wrange pilgrimsroman binnen het grote geheel van een panorama der onderstreek dat gedetailleerd wordt geschetst. Opmerkelijk is de flitsende, trefzekere verteltrand. Bij alle drama blijft de toon toch licht. Schrijft het stuk beschikt bovendien over een opmerkelijk gevoel voor humor. Taalgebruik van Goemans is bijzonder. Het dialoog doorgaans uitmuntend, met dien verstand dat de protagonist in haar roman meestal volledig langs elkaar heen gaat, zodat er strikt genomen van een echte communicatie geen sprake is, hetgeen vaak een hilarisch effect sorteert. Hoewel de roman voornamelijk in de onderstreek speelt, in de Verenigde Staten, en flink veel, misschien zelfs iets te veel drama bevat, kan toch niet van een streekroman gesproken worden. Eerder van een tragische familieroman, omdat de verhoudingen tussen vader en zoon, vader en dochter, moeder en dochter, man en vrouw, broer en zus, allemaal blijven na vrij hebben opgelopen, die tussen moeder en zoon overigens nog het minst. Zij het dat de berempel aan het slot nog hoop gloort op verbetering der verstoorde relaties. Ziekzoekers is een even knappe als compacte roman waarvan een opmonterende werking uitgaat.